in paragraaf 3.4. Daar leren we twee driehoeken. En dat zijn bekende driehoeken. En dat geeft heel veel voordeel bij berekeningen. Ik had al gezegd dat je mee moest schrijven. Deze zijde, of deze driehoek, is een gelijkbenige driehoek en rechthoekig. Dan zijn deze twee automatisch 45 graden allebei. We moeten tot 180 komen. Als deze zijde, laten we zeggen, 3 lang is en deze zijde is 3 lang, dan kan ik met de stelling van Pythagoras de lengte van zijde BC uitrekenen. Mee eens? Oké, stelling van Pythagoras. Altijd eerst even met letters opschrijven wat het is. Dus AB kwadraat plus AC kwadraat is BC in het kwadraat. He, dan weet ik in welke driehoek je zit. Nee, nee. Je bent aan het schrijven. Niet aan het kletsen. AB, dat is 3 in het kwadraat. AC is ook 3 in het kwadraat. Deze weet ik niet, want die moest ik juist weten. 9 plus 9 is BC kwadraat. Ik doe hem even heel uitgebreid, hè? Dat weet ik. Oftewel, BC kwadraat is 18. BC is wortel van 18. En de wortel van 18 kunnen we anders opschrijven. Hebben we geoefend vorige keer? Hoe? 3 wortel 2. Want ik kan hem schrijven als wortel 9 keer wortel 2. Oftewel 3 wortel 2. Als het goed is, is dit niet nieuw. Hoop ik. Nee, hè? Nou ga ik laten zien dat als de zijde niet 3 is of een ander getal, wat er dan uitkomt als ik die zijde de lengte aangeef. Nou, deze regel wordt weer hetzelfde en dan ga ik hem invullen. AB in het kwadraat, dat is a kwadraat. AC in het kwadraat, dat is deze, dat is ook a kwadraat. En BC in het kwadraat blijft hetzelfde, want die weet ik niet, die moest ik juist uitrekenen. Met andere woorden, 2a kwadraat. BC kwadraat. Als je het niet kan volgen, moet je het zeggen, hè? Ja? BC kwadraat, ik draai hem even om, vind ik makkelijker. BC, neem ik weer de wortel. Hoe zou ik dit nu korter op kunnen schrijven? Of kunnen herleiden? De wortel van 2a kwadraat. Die 2 in het kwadraat is 4 in het kwadraat. En dan wordt dan 2a, zeg maar 2 wortel a. Zo, wortel. Het is precies andersom. Oh. Je kan hem schrijven als wortel 2, maar wortel a kwadraat. Mee eens? En de wortel van a kwadraat is a. Nou, wat ik net in mijn getallenvoorbeeld, 3. Wortel 2 eruit gekregen. Nu heb ik de zijde A genoemd. A, wortel 2. Wat zou het nou zijn als die A 8 is? Hoe groot is dan A, BC? 8. Niet 8, maar. Als deze 8 is, wat is die dan? 4, 6. 8 wortel 2. Oh. Speciaal voor jou. Als deze 10 is, hoe groot is dan DC? 10 wortel 2. Oh. Hebben we hem? Maar als het bijvoorbeeld 16 wortel 2 is? Nee? Nee. Iets anders. Het is bijvoorbeeld 2 wortel 2. Ja? Dan is het dus eigenlijk wortel. Het is dan wortel. 4. Plus 2 en 4 keer 2. Keer. 4 keer 2. Maar we schrijven hem altijd op de kortste manier op. Okay. Ja? Nog één voorbeeld. Als je hebt dat deze zijde 113 is, hoe groot is dan BC? 113 wortel 2. 113 wortel 2. Hebben we die door?
deze driehoek, dat noemen wij de 1 staat tot 1 staat tot wortel 2 driehoek. En dat geldt alleen als het een gelijkbenige driehoek is met 1 rechte hoek en 2 hoeken van 45 graden dus. De 1, 1 wortel 2 driehoek. Nou, wat kan je daar nou mee? Ik veeg dit even weg. En ik pak nog een kleur. Moet ik wel ook opzetten? Ja. Ja, je hebt geen derde driehoek, maar dat schrijf je bij die A. Maakt niet uit. Stel je nou voor. Nee, doe nou deze als bekend, hè. Deze is 2. Ik weet dat als deze 2 is, dan doe ik keer wortel 2. Hè? Dan is dat 2 wortel 2. Maar nou is deze gegeven. Hoe kom ik van hier naar daar terug? Dat is eigenlijk de grote vraag. Zal ik jullie makkelijk maken? Als ik van hier naar daar ga, dan was het keer wortel 2. Hè, ons laatste voorbeeld, er stond 113. En dan werd deze 113 wortel 2. Met andere woorden, keer wortel 2. Maar wat nou als ik de weg terug doe? Gedeeld door wortel 2. Dus als deze 2 is en ik ga terug. Zo. Wat moet ik dan doen? Oh, dat werd wel gezegd, hè? Gedeeld door wortel 2. Oftewel 2 gedeeld door wortel 2 is de lengte van AB. En dus ook de lengte van AC. Mogen we dit zo laten staan? Nee, dat mocht niet, want in de noemer mocht geen wortel zitten. Dus ik moet vermenigvuldigen met 1, maar dan op een bijzondere manier geschreven. Hey. Wortel 2 blijft over. Ja? Hebben we deze driehoek? De 1-1 wortel 2 driehoek? Gaan we nou naar die driehoek? Doe de stem van Pythagoras even bijna helemaal wegvegen. Gaan we kijken of hier ook wat mee aan de hand is. Ja, dat zou wel, anders heb ik hem niet opgeschreven, hè? Stel je nou voor, zijde AC is 2 en deze is 4. Zijde AB moet ik uitrekenen. Pythagoras. En ik weet nu de schuine of de lange zijde al, hè? Toch? Oké. Ik ga hem invullen. AB weet ik niet. AC weet ik wel, die is 2. Mag ik gelijk 4 opschrijven van jullie? 2 in het kwadraat? Mag wel, hè? BC, die is 4 en in het kwadraat is die 16. Nee, die 4 gaat naar de andere kant. 16 min 4 is 12. Daar moet ik de wortel van nemen. Hoe kan ik 12 korter schrijven? Voor de sommigen die het niet kunnen volgen. Dus wortel 4 keer wortel 3. Oftewel 2 wortel 3. Moet ik wel een 3 opschrijven, hè? Niet een 2. Mevrouw, wat voor graden staan er in? Oh, sorry. 30 en 60. Ja. Dit is ook een rechthoekige driehoek. Ben ik helemaal vergeten, hè? Dat had ik net wel gezegd. Met 90 graden. Ja, rechthoekige driehoek. Met 30 en 60 graden hoek erin. Ook weer samen 180 graden. Maar hoe weten we of het 30 en 60 graden is? Ik bedoel, dat is toch niet altijd gegeven? Nee, dat moet gegeven zijn, anders kan je deze trucjes niet toepassen. Ja? Nou, ga ik het nu algemeen doen, weer met de letter A. Volgens mij had ik daar ook net voor gebruikt, hè? Nee. Deze is A. Deze is 2 keer zo lang. En dat geldt alleen maar in een 30, 60, 90 driehoek. Ja?
De een is twee keer zo lang als de ander. Nou, daar komt ie. Dat wordt AB kwadraat. Ik zit weer hier. Plus AC kwadraat. Dat is A kwadraat. Is gelijk aan BC in het kwadraat. En let op. Tussen haakjes. Ja, anders komt er wat anders uit. AB kwadraat is gelijk aan 4a kwadraat min a kwadraat. AB kwadraat is 3a kwadraat. En ik neem weer de wortel ervan. En wat wordt dit dan? Want dat kan ik kortjes schrijven. De wortel van 3a kwadraat. A wortel 3. Want de wortel van a kwadraat, dat is a. En die 3, daar kan niks mee. Yes. Wat staat waar boven? AB kwadraat plus a kwadraat is? 2a in het kwadraat. Dat is gewoon de stelling van Pythagoras. Ja? Heb je hem? A wortel 3. Oké. Misschien dat jullie zelf het verband zien. Net was het 1, 1 wortel 2. Wat zal het hier zijn? 1 staat tot. 2 staat tot. Wortel 3. Driehoek. Oh jeetje, dat is dus alleen in een driehoek met 30, 60 en 90 graden, hè? 1, 2, wortel 3, driehoek. We gaan weer even kijken of we het begrepen hebben. Als deze zijde 113 is, hoe groot is dan deze zijde? 2 keer 113. 2 keer 113, oftewel 226. Hoe groot is dan deze zijde? Wortel 13, kwadraat 3. Nee. Wortel 3. 113 wortel 3. Hebben we? Nou, dan denk je, wat moet ik daarmee? Nou, daar gaan we opgave 49 voor. Ja? Ik zou zeggen, teken alvast even het eerste figuurtje over. Dat ga ik ook doen. Ik zal de rechterkant laten staan. Ja, mevrouw, moet dat ook snel. Nou, de eerste driehoek van opgave 49. Als het 49 weet, ik het niet. Ja, toch? Ja, ik vind het gewoon ziek. Ja, want ik ga je laten zien hoe je dat makkelijk kan doen. Want je moet erin tekenen. En daar hoeft natuurlijk niet helemaal nauwkeurig op de graden. Maar ongeveer. Ja? Moet het altijd. Ja. Nou, opgave 49 aan. Ik zei ongeveer, hè? Dus niet precies op de graden nauwkeurig. Dat hoeft toch allemaal niet? Oh shit. Dat is toch maar. Ja, is niet jammer dan. A, B, C. Daar staat 90 graden. Die twee zijn even lang. En deze is 8. Kan de stelling van Pythagoras hier al weg? Kan dit al weg? Ik hoor niemand nee brullen. Ja, kijk mee, want sommigen gaan zitten smaard vechten met een potlood. Potlood vecht tekent dan ineens, volgens mij. De vraag is, bij opgave 49, bereken de lengte van AC. Als je naar het figuur kijkt, want daar moet je op gefocust zijn, dan is deze 90 graden, dat is een gegeven. Deze twee zijn even lang, want dat kan je zien doordat ze allebei twee streepjes hebben. Met andere woorden, het is een gelijkbenige
rechthoekige driehoek. Dus deze twee zijn 45 graden. Ik heb dus een 1, 1, wortel 2 driehoek. Dat schrijf je er altijd bij met een ander kleurtje. Je zal zien dat ik dat ook in mijn uitwerkingen heb. En soms gaan ze door elkaar heen, twee driehoeken. Dus dan heb ik twee kleurtjes. Handig, hè? 1, 1, wortel 2. En je ziet dat mijn tekening niet helemaal klopt, want dit is nooit 90 graden. Het is ook ongeveer. Ja? Nou moet ik AC uitrekenen. Dames en heren, blijf er alsjeblieft even bij. Want het moet je goed doorhebben. De vraag was bereken AC. Dat is deze vraag. Op deze zijde. Gegeven is dat deze zijde 8 is. Hoe kom ik van wortel 2 naar 1? Delen door wortel 2. Nou, hij is niet 1, maar hij is 8. Dus hoe groot is AC? Ja, ik hoorde hem al. 8 gedeeld door wortel 2. En dat mag weer niet, hè? Die wortel, hartstikke goed. Dus vermenigvuldigen met 1. Maar dan anders opgeschreven. Oftewel 4 wortel 2. Hebben we dit door? Ja? Want dan doe ik nog de derde. Wat is dat? Nou, dus als je dus met die 1 en die wordt 2, dan klopt dat wel. Maar hoe klopt het dan ook met die 8? Als je gedeeld wordt met 2 doet. Omdat je, als alles 1 zou zijn, hè, de gelijkbenige zijdes, dan zou je deze wortel 2 hebben. Om terug te gaan, doe je delen door wortel 2. Maar deze zijde is niet wortel 2, die is 8. Moet je dan niet juist kerken? Nee. Het zijn die verhoudingen. Ja. Teken alvast de derde figuur over, want de tweede mag je straks zelf doen. De derde figuur, dat zijn twee driehoeken in 1. En het is weer ongeveer, hè? Niet precies. De derde figuur. A, B, C, D was het volgens mij. Was het, oh, een M en een M. Oh, ze hebben helemaal andere letters. Nee, lekker is dat. Goshie. We hebben de KLM en N. K, L, M en N. Volgens mij is de gegeven dat deze hoek recht is. 45 en 30. En deze is 30. En er is gegeven KM is 10. Was er nog twee zijdes gelijk gegeven misschien? Nee. Hé, hey, ik ga beginnen, want ik hoor weer een hoop geluid. Kijk mee. Ik moet in deze driehoek zijde KL uitrekenen. Met andere woorden, dat hele ding. Ja? Ik weet alleen maar dat deze 10 is. Ik weet ook. 30 graden, 90 graden, 60 graden. Dus een 1, 2, wortel 3 driehoek. Eerste kleur. Nee, dames, alsjeblieft telefoon weg. Je moet echt opletten nu. Een 1, 2, wortel 3. Je begint altijd met de kortste zijde. Dit is de kortste zijde. De schuine zijde is de langste zijde. Dus die is 2. Want wortel 3, als je dat intrekt in je rekenmachine, is 1, nog wat. Ja, dus wortel 3 is niet de langste zijde.
wortel 3. Ik zet altijd die dingetjes zoveel mogelijk aan de binnenkant van de driehoek. Want als ik het aan de buitenkant doe, dan had deze 1 daar gestaan. En dat is verwarrend bij welke driehoek dat hier hoort. Mijn rechter driehoekje, 90, 45, oh dan is die ook 45. En dan wil zeggen dat deze even lang is als die. Gezondheid. Met andere woorden, dit is de driehoek van 1, 1, wortel 2. Wat is dit? Moet je dan ook bij de eenzijdige zijde ook die steentjes tussen zetten? Nee, dat hoeft niet. Oh. Nou, ik weet wel weer een heleboel meer. Twee driehoeken, twee bekende driehoeken. De 1, 2 wortel 3 en de 1, 1 wortel 2. Ik weet deze zijde. Ik ga altijd naar de zijde toe met 1. Want daarna kan ik alle kanten op om uit te rekenen. Die van 1 is het makkelijkste. Dus ik ga altijd naar 1. Mee eens? Dat is een tip van mij, hè? Hoe kom ik van KM naar MN? Wat moet ik doen met die 10? Delen door 2. Hartstikke goed. Gaan we als volgt omschrijven. Ik doe het er wel even naast. Dat is makkelijker. KM was 10. Dus MN is 10 gedeeld door 2. Oftewel 5. Dus ik weet dat deze 5 is. Ja? Hoe kom ik van K, van MN naar KN? Hoe kom ik van 1 naar wortel 3? Keer wortel 3. Dus 5 wortel 3. Nog een keertje, deze is 5. Hoe kom ik van MN naar KN? Hoe kom ik van 1 naar wortel 3? Dat is keer wortel 3. Is dat mijn telefoon? Ja. Ik dacht dat mijn geluid uitstond. Ja, inderdaad. Ik ben sorry. Nou, uitzetten. 5 wortel 3. Dit stukje. Ik moest het hele stuk hebben, hè? Niet het kleine stukje. Dus ik moet ook deze nog weten. Als ik nou weet dat deze 5 is, hoe groot is dan van L naar M? Van L naar L? Ook 5. Want die waren even groot. Dus MN is gelijk aan NL. Oftewel 5. Dus hoe groot is het dan van K naar L? Dat kan niet. Het moet L en zijn, hè? Alfabetische volgorde. Sorry. Hoe groot is het van K naar L? Vijf wortel 3 plus 5. Want het is namelijk KN plus LN. Moet ik eigenlijk omdraaien, hè, deze twee. Hebben we deze door, deze twee driehoeken? Hoe je dat moet gebruiken? Oké. Je gaat straks zelf. Had je nog een vraag, Thomas? Ja, moet het per se in die volgorde? Ja, je mag dit ook omdraaien. Ja. Ja? Nou, omdat MN hetzelfde is als in allebei de drie, kan je dan niet gewoon gelijk van dan... Want je weet dan dat KM dan 10 is, kan je dan niet gelijk gewoon delen naar LN. Nee, je moet het echt even zo schematisch opschrijven, want ze worden zo meteen moeilijker. Ja? Nou, wat ga je nou zo meteen doen? Opgave 49, het tweede en het vierde plaatje doe je zelf. Dan ga je naar opgave 50. De tip bij opgave 50 is om een middelpunt G te creëren. En dan de driehoek, het is alleen maar een tipje, hè? De driehoek AB. Daar doe je even je dingetje mee. Ik ga natuurlijk niet zeggen wat. Daarna doe je met de driehoek. Waar je die G hebt genoemd. Met de letters. Ook nog even spieken. K en L. Doe je ook wat mee. En dan kom je eruit. Dus je hebt deze twee driehoeken nodig bij opgave 50. Meer zeg ik er niet over. Ja. Dan ga je maken... Opgave 51. En dan doen we 52 en 53 met z'n allen. En dan houden we alleen 54 nog over voor het huiswerk.
Ja, dat is een 49. Schrijf het hier al bij. B en D, zeg maar. Dan 50. En dan horen deze tips bij. 51. 52 en 53 doen we met z'n allen strakjes. En dan 54 is nog huiswerk voor straks. Ja? Die doen we samen. En dan ga je nu aan beginnen. Hartstikke idee.